السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ذي بدء نحمد الله تعالى أن جمعنا في هذا المجلس المبارك، أسأل الله تعالى بأسمائه العلى، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لمسجد الأمة، وما عهدنا منهم إلا خيرا في لجنتها وفي إمامها وفي جماعتها، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم. بست برودس، بست زوسترز، هو موي إست ويل نيت أم ديزا سيري ليزينغا de uitleg van Surat al-Kahf te starten in de maand Ramadan. De maand waarin de Koran is neergedaald. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. En hoe toepasselijk is het wel niet om Surat al-Kahf specifiek te beginnen op vrijdag, de wekelijkse Eid van de moslimien. En يوم الجمعة يوم مبارك اختاره الله لهذه الأمة. De dag van vrijdag is uitgekozen door Allah voor zijn profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei in een hadith waarin hij uitlegt dat Ahlul Kitab, de christenen specifiek, de zondag hebben gekregen. En de Joodse gemeenschap de zaterdag. En daarom hebben ze tot de dag van vandaag de Sabbat. En wij moslims hebben de vrijdag gekregen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: Antumul akhirun wal awwalun yawm al qiyamah. Jullie zijn de laatste der mensheid, maar jullie zijn de eerste op de dag des oordeels. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: De gelijkenis van ummat al-islam met de andere umam en gemeenschappen is net als iemand die gewerkt heeft tot en met de helft van de dag voor een bepaalde loon. En de hadith staat in Bukhari. En daarna kwam een ander die heeft gewerkt tot aan een dhuhr. En toen kwamen jullie, de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en die hebben het minste gewerkt van de drie, maar die gingen met de meeste ajr. Die gingen met de grootste beloning weg. En toen kwamen de eerste twee werknemers in opstand. En toen zeiden zij van: waarom hebben hun meer gekregen terwijl ze minder hebben gedaan? En toen zei hun werkgever: Hal naqastukum min ajrikum min shay? Heb ik iets van jullie beloning weggehaald? Heb ik jullie te weinig gegeven? Qalu la. Faqala dhalika fadli utihi man asha. Dat is mijn beloning. Dat zijn mijn gunsten. Die geef ik aan wie hij wil. Dus voel je gezegend dat je tot de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mag behoren. هذه الأمة المحمدية المباركة أقل الأمم عمرا وأكثرهم أجرا وقدرا عند الله يوم القيامة. Minste leeftijden hebben wij, maar de grootste beloningen. In de tijd van Noah alayhi salam werden de mensen 1000 jaar, 900 jaar, 800 jaar. Een vrouw die huilde omdat haar zoon 300 jaar was. En zij huilde bij zijn graf. En toen zei iemand tegen haar: huil niet. Want er komt een tijd waarin de mensen slechts 60 of 70 jaar worden. Het was onze tijd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: A'maru ummati bayna al-sittin wa-sab'in. Wa qalilun man yatajawazuhun. De leeftijden van mijn ummah zijn tussen de 60 en 70. En heel weinig die leven langer dan dat. En toen zei deze vrouw in de tijd van Nuh alayhi salam: wallahi, als ik wist dat ik alleen 60 of 70 jaar zou leven, dan zou ik mijn hele leven in één sujood blijven.
Zo weinig vond zij 60 of 70 jaar. En daarom was ze aan het huilen omdat haar zoon 300 jaar werd. En voor haar termen en in haar tijd was dat weinig. Dus dit is de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wij zijn de laatste umma, maar wij zijn de eerste op de dag des oordeels. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei in een hadith: Inni la arju an takunu rubu'a ahl al-jannah fakabbarna. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: Ik hoop dat jullie 1/4 zijn van de mensen in het paradijs. En de sahaba deden takbir. En daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Inni la arju an takunu thulutha ahl al-jannah fakabbarna. Ik hoop dat jullie 1/3 van de mensen in het paradijs zijn. En de sahaba deden takbir. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Inni la arju an takunu shatra ahli al-jannah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Ik hoop dat jullie de helft van de mensen van het paradijs zijn. En de mensen deden takbir. Er zijn veel profeten geweest voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Volgens sommige ahadith zelfs meer dan 100.000. Maar niemand heeft zoveel barakah. En niemand heeft zoveel beloning gekregen. Net als de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus wees blij en wees trots dat je tot de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mag behoren. Wallahi, het is niet vanzelfsprekend. Wabillahi, het is niet vanzelfsprekend. Vanochtend belt een broeder me op en hij vertelt mij dat zijn vriend, zijn moeder, is een bekeerling. En hij zegt: Wallahi, zijn grootste zorg is of zijn moeder gaat bekeren of niet. En jij en ik, althans de meeste van ons, die komen uit een islamitisch nest, uit een warm nest. Jouw ouders die zeggen: Wil die gaan naar de moskee, zeert sallallahu alayhi wa sallam, lees de Koran, etcetera, etcetera. Terwijl onze bekeerde broeders en zusters, waarvan sommige broeders en zusters aanwezig zijn vandaag, die hebben een hele probleem, die hebben een hele problematische thuisomgeving omwille van de shahada, omwille van la ilaha illallah. Dus ja, ahbab Allah, beste broeders en zusters, wees blij en wees trots op het feit dat je een moslim mag zijn en dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jouw profeet is. Dus het is heel toepasselijk dat we Surat al-Kahf mogen beginnen uit te leggen op de vrijdag. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in een hadith zoals Al-Mundiri vertelt in het Targhib en het Tarhib, en die hasan of sahih is verklaard door heel veel muhaddithien. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: Man qara'a surat al-kahf fi yawm al-jum'ah aw laylatiha adaa Allahu lahu nooran bayn al-jum'atayn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei in een authentieke hadith: Degene die Surat al-Kahf leest op de vrijdag of op de nacht van de vrijdag. En let op, bij de Arabieren begint de nacht voor de dag. Dus gisteren donderdag in de nacht na al-Maghrib was het al vrijdagnacht. En vandaag is het vrijdag. En straks in de nacht is het de nacht van zaterdag. En dan volgt de nacht van, en dan volgt de dag van zaterdag, et cetera, et cetera. Eerst de nacht en dan de dag. En daarom zie je ook met het tarawih, is dat we, zodra je hoort morgen is Ramadan, gelijk heb je tarawih en pas de dag daarop ga je vasten. Waarom? Omdat dat de eerste nacht is van Ramadan. En heel veel mensen weten dat niet. En dat is een groot probleem. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Men qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Degene die de hele maand Ramadan bidt uit geloof en hopende op de beloning, al zijn zonden worden vergeven. Maar wanneer begint de qiyam? Wanneer begint de salat? Wanneer begint salat al-tarawih? Op de eerste nacht van Ramadan. En dat is voor de eerste dag van vasten. En veel mensen komen pas naar tarawih nadat ze een dag hebben gevast. En daarom zie je ook dat de moskeeën veel drukker zijn. Maar ze hebben al 1 nacht gemist. Dus daarom, kennis is licht. Al-ilmu noor wal-jahdu aar. Kennis is licht. En onwetendheid is een schande. Barakallahu fikum. En het is niet erg dat je onwetend bent. Het is niet erg dat je niks weet. Het is erg dat je weet dat je niks weet, maar dat je er nog steeds niks aan doet. Dus probeer kennis op te doen. Barakallahu fikum. Abu Huraira radiallahu anhu, die zei:
de sahaba die waren handel aan het verrichten in de markten. En ik was met de profeet sallallahu alayhi wa sallam kennis aan het opdoen. En op een dag zei Abu Huraira, hij ging naar de markt en het zat hem een beetje dwars. Dat hij een van de weinigen was die constant bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was. Dus hij ging naar de markt en hij zei, de miraat, de erfenis van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wordt verdeeld in de moskee. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was niet alleen een profeet, hij was ook een wereldleider. Dus heel veel sahaba die gingen rennen, heel veel marktkooplieden et cetera, die gingen rennen naar de moskee om natuurlijk een stukje van de taart te krijgen. Maar zij zagen alleen een les van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en een paar sahaba om hem heen. En zij gingen naar Abu Huraira radiyallahu anhu. En ze zeiden, ja Aba Hir, je hebt ons verteld dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn erfenis aan het verdelen is, maar we hebben niks gevonden. En toen zei Abu Huraira radiyallahu anhu, wat hebben jullie dan gevonden in de moskee? Ze zeiden, we hebben gezien de profeet sallallahu alayhi wa sallam die les aan het geven was en een paar mensen die tasbih et cetera aan het verrichten was. En hij zei, fadaka mirathu nabiyyi, fadaka mirathu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Dat is de erfenis van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, inna al-ulama warathatu al-anbiya, wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warathu al-ilm, faman akhada bihi akhada bihadzin wafir. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, de profeten hebben de erfgenamen van de profeten, degene die de profeten gaat erven, dat zijn de geleerden. Want de profeten laten geen goud en zilver achter als erfenis, maar hun erfenis is kennis. En wie kennis neemt, die heeft iets goeds genomen. Dus kennis, dat is de erfenis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Sterker nog, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd tegen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, dat zijn erfenis haram is voor Ahlu Bayti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Waarom? Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam van iedereen is en hij nodigde uit naar Allah en niet naar geld of wereldsgoed. En zijn erfenis is kennis. Dus neem kennis, barakallahu fikum. En de beste manier hoe je kennis kan opdoen is old school in de moskeeën, offline. Zo hoort het. Want hier komen de engelen in de moskeeën wanneer de kennis wordt verspreid. In de welbekende hadith die de imam al-Nawawi opnoemt in zijn Arba'in. Beginnersboek voor degene die hadith kennis wil opdoen. 40 hadith al-Nawawiyah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu baynahum, illa haffathumul malaika, wa nazalat alayhim al-sakinah, wa ghashiyathumul rahmah, wa dhakarahumullah fi man indah. Er is geen volk die verzamelt in een huis van Allah. En de huizen van Allah, dat zijn de moskeeën. Niet de buurthuizen, niet de stichtingen, niet onze huizen, hoe goed onze bedoelingen ook zijn. Het beste is om kennis op te doen in de moskee. Wat gebeurt er dan? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, dan dalen de engelen neer. De engelen die komen om hem heen, om hun heen. Wanneer zij de Koran aan het reciteren zijn en de Koran aan het bestuderen zijn. En rust daalt op hun neer. Daarom voel je ook rustig in de moskee. En Allah die noemt jouw naam op bij de engelen boven. Bij de engelen boven. Waarom? Omdat jij de naam van Allah beneden op aarde hebt genoemd. En daarom is kennis het beste wat jij kan krijgen in deze dunya. Lees de Koran. En we gaan het vandaag hebben over de Koran. Lees de Koran van A tot Z. Je vindt geen enkele dua waarin staat, zidni, oh Allah geef mij meer geld of geef me meer dit of dat. Behalve één dua, wa qur rabbi zidni ilma, oh Allah vermeerder mijn kennis. Dus kennis, beste broeders en zusters, dat is het sleutel tot al het goede. En onwetendheid, dat is de hoofdreden voor al het slechte. Dus het is heel toepasselijk dat wij Surat al-Kahf mogen beginnen uit te leggen in een vrijdag. En het zal een serie lezingen zijn, insha'Allah, in Ramadan, in deze gezegende moskee, elke vrijdag na al-Asr. En er zijn meerdere sunan op de dag van vrijdag. En aangezien het vrijdag is, is het heel mooi om deze even op te noemen. Vooral omdat deze bijeenkomsten en deze aantallen niet elke dag plaatsvinden. Dus het reciteren van Surat al-Kahf is een van de sunan op de dag van vrijdag. Een van de sunan is dat je een ghusl verricht. De wassing, gewoon een douche nemen. En als je er meer kan, dan verricht je de hele manier van de sunnah met al-wudu, etc. El ghusl op de vrijdag. Vanaf al-shuruq. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, men ghassala wa ghdassala wa bakkara ila al-masjid al-hadith. Dus het verrichten van een douche, van een wassing op vrijdag, dat is
ook een sunnah. Het lezen van Surat al-Kahf is een sunnah op de vrijdag of de nacht ervan. Het parfumeren voor de mannen, enkel de mannen, is ook een sunnah. En wat een sunnah is, die we altijd kunnen doen en extra op vrijdag, is het salat wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Vooral wanneer zijn naam wordt genoemd, omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, zoals we hebben gezegd in de les van gisteren, zoals staat in de hadith bij het Tirmidhi, al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Fallahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dus elke keer wanneer je hoort Muhammad, verhef je stem en zeg trots en luid op, of in jezelf, sallallahu alayhi wa sallam. Maar op vrijdag specifiek, op vrijdag wanneer je loopt naar de moskee, of wanneer je zit in de moskee, of nu na de asr tot en met de maghrib, zeg gewoon Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Vroeg gaan naar de moskee is ook een sunnah. Kijken naar de moskee, kijken naar de imam tijdens de khutbah is ook een sunnah. Zo dichtbij mogelijk de imam zijn. Het geven van een sadaqa op vrijdag telt zwaarder, et cetera, et cetera. Maar ons onderwerp vandaag is Surat al-Kahf. En wanneer je weet dat degene die Surat al-Kahf reciteert op vrijdag, die krijgt een week lang noor in zijn gezicht. Die krijgt een week lang noor in zijn gezicht. Dan weet je ook hoe belangrijk Surat al-Kahf is bij Allah Azza wa Jal en bij Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En niet alleen dat, er zijn vele andere ahadith over Surat al-Kahf. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt bijvoorbeeld in een andere hadith, hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, dat men hafidha 10 ayat al-awa'il min Surat al-Kahf kanat lahu ismah min ad-dajjal. Wa fi hadith akhar أواخر سورة الكهف العشر الأواخر. ففي بعض الأحاديث العشر الأول وفي بعض الأحاديث العشر الأواخر والجمع أولى من الترجيح. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat degene die de 10 verzen van Surat al-Kahf, de eerste 10 verzen, degene die die memoriseert, deze verzen zullen jou beschermen tegen het Dajjal, de Antichrist. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de laatste 10 verzen van Surat al-Kahf zullen jou beschermen tegen het Dajjal. En dan weet je ook hoe krachtig en hoe sterk deze sura is. En wanneer we deze sura zullen uitleggen, globaal in deze les en in de aankomende lessen vooral, dan zal je ook begrijpen waarom. Dus Surat al-Kahf is bescherming. En misschien dat iemand zegt, ja maar de hele Koran is bescherming. Zonder twijfel, de hele Koran is bescherming en de hele Koran is genezing. Maar het is en het is niet of. Sommige soer hebben net iets meer kracht, of beter gezegd, die hebben andere specifieke eigenschappen. Net als Surat al-Kahf, maar ook Surat al-Baqarah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt over Surat al-Baqarah, اقرأ البقرة فلا تستطيعها البطلة. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, lees Surat al-Baqarah, want de tovenaars kunnen niet tegen Surat al-Baqarah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een andere hadith, dat degene die Surat al-Baqarah reciteert, helemaal, de duivels zullen 3 dagen niet naar zijn huis naar binnen kunnen komen. 3 dagen lang kunnen de shayateen niet naar binnen komen. En over Al-Imran zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, اقرأ القرآن, اقرأ الزهراوان, فإنهما يأتيان شفيعان لصاحبهما يوم القيامة. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, lees de Koran, lees de Baqarah en lees Al-Imran, want zij zullen als advocaten, als bemiddelaars komen voor degene die hun reciteert op de dag des oordeels. Let op, de profeet sallallahu alayhi wa sallam in al deze ahadith heeft hij het over reciteren. Hij heeft het niet over afspelen met de cd of via de tv of wat dan ook. Afspelen is ook goed, dat is niet slecht. Maar de werkelijke beloning, de echte ajr en de echte himaya en de echte wiqaya is in het reciteren van de Koran. Barakallahu fikum. Maar er is één probleem. Vertel mij, broeders en zusters, wat is het probleem? Ik zal jullie het antwoord besparen en uitleggen wat is het probleem. In welke taal is de Koran neergezonden? In het Arabisch. Bilisanin Arabiyyin mubin. Met een duidelijke Arabische taal. Waar is het Arabisch in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ik was in Saudi-Arabië. Ik ga het niet hebben over Nederland. En ik ga het niet hebben over Marokko. Ik ga het hebben over Saudi-Arabië. Ik ga het hebben over Medina. Medina tu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. De stad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zelfs daar wordt Arabisch scheef gesproken.
Zelfs daar wordt het geaccepteerd dat het Arabisch scheef wordt gesproken. En wellicht hebben jullie wel eens de dialecten gehoord. En er wordt ook grappig gedaan hoe sommige Aziatische bevolkingsgroepen het Arabisch uitspreken. Accepteert iemand dit in Nederland? Wanneer de mensen van Oekraïne komen, die gisteren zijn aangekomen, of andere mensen uit Marokko of uit welke land dan ook. Wanneer jij het Nederlands scheef praat, accepteert de Nederlander net of gaat hij je verbeteren? Hij gaat je verbeteren en hij heeft gelijk. Want dit is een taal. وَاللُّغَ لَهَا قَوَاعِدْ. Je moet een taal spreken volgens de regels. Maar hoe zit het met het Arabisch? De beste taal. De taal van de Koran. Lughat al-Koran. En volgens sommige geleerden, de taal van al-Jannah. Lughatu ahl-Jannah. Wat is het bewijs? Het bewijs is de uitspraak van Allah Azza wa Jal. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَتَحِيَّتُهُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُمْ سَلَامًا. Salam. Elke keer salam in de Koran. Welke taal is salam? Is in het Arabisch. Dus volgens sommige geleerden is zelfs in het paradijs de taal van de mensen van het paradijs het Arabisch. En wanneer Allah Azza wa Jal zegt, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lees in de naam van jouw Heer die heeft geschapen. En wanneer Allah Azza wa Jal zegt in surat al-Dhariyat, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. En we hebben de Koran makkelijk gemaakt om te gedenken. Maar waar zijn de mensen die hier lering uit willen trekken? Om hier lering uit te trekken, moet je Arabisch kennen, beste broeder en zuster. En ik wil je niet demotiveren, ik wil je juist motiveren. Het hoeft niet vandaag, het hoeft niet morgen. Je hoeft je niet slecht te voelen. Maar wat je wel moet doen, is in je hoofd prenten dat het leren van de Arabische taal een must is en belangrijk is voor elke moslim en moslima en vooral degene die getrouwd zijn en degene die kinderen hebben. Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van Amir al-Mu'minin, Umar al-Farouq, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Abu Hafs, hij zegt radiyallahu anhu, Ta'allamu al-Arabiyyah fa'innaha min dinikum. Leer de Arabische taal, want het hoort tot jullie geloof. En de imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, die zegt, وَمَا جَهِلَ النَّاسِ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا بِتَرْكِهِمْ لِسَانَ الْعَرَبِ. De mensen, die zijn niet onwetend geworden, en die hebben geen meningsverschil gekregen, totdat zij de Arabische taal hebben gelaten. Dus barakallahu fikum, de Arabische taal is een sleutel tot jouw geloof. Jij kan je geloof niet echt begrijpen totdat je de Arabische taal kent. Tot die tijd begrijp je het globaal. Je begrijpt de vijf zuilen. Je begrijpt arkan al-islam. Je begrijpt arkan al-iman. Maar wanneer de imam khutbat al-jumu'ah aan het vertellen is, je begrijpt vrij weinig. Wanneer de imam 60 hizb voor je gaat uitlezen met de tarawih, jij zit in het gebed, je zegt amin, amin, mogen Allah je belonen. Laten die tarawih, die heeft een reden. Je hoort de Koran van A tot Z, één keer in het jaar. En de meeste mensen horen hem daarna niet helemaal. Maar in de Arabische landen snappen die mensen Arabisch. Dus wanneer Allah Azza wa Jal zegt en wanneer de imam reciteert, idfa' billati hiya ahsan, begin met het goede of deal met het goede. En wanneer Allah Azza wa Jal zegt, واتقوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ظنير الله عز وجل زخت اوفر حق اليتيم ان حق المسكين ان حق الجار ان ولا تنسوا الفضل بينكم ان اوفر ذا مان ان فراو ان كيندرا يوصيكم الله في اولادكم اتسيترا اتسيترا ظنير جاي ان عربير بنت اوف اوك geen عربير نيت عربير دي ذا عربيش الطاو بغرايبه ان دي زاين در غنوغ جاي بغرايب وات ذا امام ان reciteren is, dus de Koran komt in jouw hart. Maar wanneer je dat niet begrijpt, heb je een groot probleem. En wallahi, het is niet moeilijk. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat elke taal die jij wil leren wereldwijd, al is het Chinees, binnen 2 jaar intensief studeren, kan jij het onder de knie krijgen. En kijk maar naar de mensen die zijn gaan reizen wereldwijd, hoe zij alle talen onder de knie hebben gekregen. Je hoeft er geen 2 jaar over te doen. Doe er 4 jaar over. Maak gewoon een begin. En Allah Azza wa Jal, die zal jou helpen. Allah Azza wa Jal, die zegt, zoals staat in de hadith al-Qudsi, Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an. En Allah Azza wa Jal zegt in dezelfde hadith, Wa in atani yamshi, ataytuhu harwalah.
De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat Allah azza wa jal zegt: degene die naar mij toekomt, yani een palmwijte, zoiets 15 centimeter. Allah azza wa jal zegt: degene die dat naar mij uitsteekt, yani een hand bij wijze van naar mij uitsteekt, ik steek een arm naar hem uit. En Allah azza wa jal zegt: en wanneer de zoon van Adam, wanneer de kind van Adam lopend naar mij toekomt, ik kom rennend naar hem toe. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. En Allah die wil jullie vergeven. Allah die wil ons vergeven, beste broeders en zusters. De deuren staan open. Vooral in Ramadan staan de deuren wijd open. Het is aan ons om toe te geven of niet. Dus geef gehoor wanneer je hoort hayya ala salah, hayya ala al-falah. Geef gehoor. En wanneer Allah azza wa jal zegt: sari'u ila maghfiratin min rabbikum, haast je naar de vergiffenis van Allah, geef gehoor. En deze Koran, barakallahu fikum, die zullen wij en die zullen jullie en die zullen wij allemaal pas snappen wanneer wij het Arabisch onder de knie hebben. En daarom was het noodzakelijk om met deze introductie te beginnen. En de Koran, dat zijn de woorden van Allah azza wa jal. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. En wij laten doen neerdalen van de Koran wat een genezing is en wat barmhartigheid is voor de gelovigen. De Koran is genezing. Betekent dat je niet naar de dokter hoeft te gaan? Nee, je moet naar de dokter gaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: tadawaw ya ibadallah, wa la tadawaw bi haram. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: zoek medicatie, o dienaren van Allah. En zoek geen medicatie met iets wat haram is. Maar de Koran is ook genezing. Voor jouw lichamelijke kwalen, ja. Maar vooral voor jouw mentale kwalen. En jij kan naar de beste ziekenhuis gaan, die gespecialiseerd is op operaties, et cetera. Ze kunnen geen hersenoperatie voor jou uitvoeren, waardoor jouw mentale kwalen weg zijn. En helaas, veel broeders en zusters, die zoeken de Koran pas op wanneer ze ziek zijn. En die willen dan na één bladzijde of na één dag dat zij beter zijn. Zo werkt dat niet. Genezing van de Koran werkt zeker helend. Het helpt je. Maar jij hebt de Koran jarenlang gelaten en je wil dat het in één dag gaat helpen. Als het lukt, alhamdulillah. Maar het kan ook zijn dat je hart bedekt is met een zwart laagje. En dat het even tijd nodig heeft om door te dringen. En daarom zegt Allah azza wa jal: kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Ma kanu yaksubun. Arlaan, dat is letterlijk teer. Dat is letterlijk teer. Wanneer een moslim zondigt, 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 zondigt. Op een gegeven moment heb je zwart om je hart heen. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: de harten, elke keer wanneer je een zonde verricht, krijg je een zwart puntje op je hart. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: elke keer wanneer je een hasana verricht, wanneer je een goede daad verricht, noqtatun bayda, krijg je een wit puntje. Totdat de hart één van de twee is. Witter dan melk of hartstikken zwart. Dus wanneer je terugkeert naar de Koran, geef het even tijd. En belangrijker dan dit alles, al Koran werkt preventief. Dus zoek de Koran op voordat jij mentale klachten krijgt. Voordat jij bepaalde angsten krijgt en bepaalde stress. En iedereen van ons krijgt dit in zijn leven. Vooral in deze maatschappij. Net als in de afgelopen pandemie. Wallahi, men aasha ma' al-Qur'an, wa aayasha al-Qur'an, fil azma allati madat, fa wallahi lam yash'ur shay' min al-wihda, wa lam yash'ur bi shay' min al-uzla, fa huwa aslan qad i'tazala ma' al-Rahman, subhanahu wa ta'ala. Degene wiens vriend de Qur'an was in de afgelopen pandemie, die heeft niks gemerkt van een lockdown. En die heeft niks gemerkt van eenzaamheid. Want hij was toch altijd met de Koran wanneer de mensen samen waren. En subhanallah, min barakat de kitabillah, wa min fadlillah ala man ta'allama al-Quran wa 'allama awladahu al-Quran annahum sallaw at-tarawih fi al-buyut wa kana lahum imma hifzan wa imma bil mushaf imam aw 'iddat a'immah sallaw bi anfusihim at-tarawih fi al-bayt imamuhum ibnuhum fi al-masjid. Degene die de Koran had geleerd, of één of meerdere van zijn kinderen de Koran had geleerd, die had tarawih thuis. En degene die dat niet kan, we kregen tientallen vragen binnen, waarin de mensen zeiden: ja ustaad, ja fulaan, mogen we Koran lezen, mogen we tarawih bidden, en we spelen een YouTube filmpje af en we doen hun naam.
Het probleem is niet of dat mag of niet. En dat mag sowieso niet. Het probleem is dat niemand in dat huis het Koran heeft geleerd. Waar moet de baraka vandaan komen? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, zoals staat in Sahih Muslim, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Degene, de gelijkenis tussen degene die Allah gedenkt en Allah niet gedenkt, yani die zegt subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, en de grootste dikker is kalamullah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, de vergelijking tussen degene die Allah gedenkt en degene die Allah niet gedenkt, dat is net als de doden en de levenden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons bevolen om de Koran thuis te lezen. En om een sunnah, nafila, ook thuis te bidden. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ خَيْرًا. Want Allah zorgt ervoor dat er goedheid komt. Dat er baraka komt als jullie thuis bidden. Billahi alaykum. Wanneer je bidt, je doet takbirat al-ihram, Allahu Akbar. Wat is het eerste wat je zegt? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Dat is Koran. Dus deze Koran zegent onze huizen en zegent onze lichamen en zegent onze zielen, ma'ashar al-ahbab. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam in heel veel ahadith, zelfs als jij alleen ayat al-kursi kent, alleen ayat al-kursi, als jij dat leest voor het slapen gaat, alhamdulillah tabarakallah, biha wa ni'ma. Als jij alleen ayat al-kursi leest voor het slapen gaan, je bent beschermd tegen de duivel tot aan de ochtend. Weg zijn de nachtmerries en weg zijn de nachtelijke kwaling. Ken je meer? Ken je Surat al-Mulk? Tabaraka? Dan is dat een bescherming tegen adab al-qabr. Als jij dit elke nacht leest. Ken je helemaal niks? Qul huwa Allahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil nas. Drie keer droog spugen en dan over je lichaam vegen. Drie keer. Dit is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed voor het slapen gaan. En als de profeet ziek was en hij kon dit niet doen, dan zou Aisha radiyallahu anha, Aisha bint Abi Bakr al-Siddiq, zij zou dan vegen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Alles heeft te maken in de islam met de Koran. Want de Koran, dat is hetgene wat is neergedaald op Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in de maand Ramadan, in Laylat al-Qadr, in Ghar Hira. Dus waar zijn wij van de Koran? Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, thalith al-khulafa al-rashidin, alladhi tastahi minhu al-malaika, hij zegt radiyallahu anhu, dhu-nurayn, hij zegt, lawla khubthu qulubina lam tamal min kalami rabbina. Uthman radiyallahu anhu, de derde khalifa van de moslims. En hij is met twee dochters van de profeet sallallahu alayhi wa sallam getrouwd. De eerste was gestorven en daarna met de tweede. En de malaïka, de engelen die schamen van Uthman radiyallahu anhu. Weten jullie wat Uthman radiyallahu anhu zei? Hij zei, waren het niet de viezigheid, of was het niet de viezigheid van onze harten, dan zouden wij de Koran niet zat raken. En Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, een van de grote sahaba en een van de grote Koran geleerden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, men arada an yaqra' al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil fal yaqra' bi qira'ati ibn Ummi Abd. Dat is Abdullah ibn Mas'ud en Ummi Abd is zijn moeder. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, degene die de Koran puur wil lezen zoals deze is neergedaald, laat hem lezen volgens de recitatie van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Weten jullie wat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu zei? Hij zei radiyallahu anhu, men kana yuhibbu an ya'lam annahu yuhibbu Allah falyarid nafsahu 'ala al-Qur'an fa'in ahabba al-Qur'an fahuwa yuhibbu Allah fa'innama al-Qur'an kalamullah. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu die zegt, degene die wil testen en degene die wil testen en degene die wil weten of hij van al-Qur'an houdt of niet, laat hem, degene die wil testen of hij van Allah houdt of niet, laat hem de Koran reciteren. Laat hem de Koran reciteren. Laat hem kijken hoe zijn liefde is voor de Koran. Als hij houdt van de Koran, dan houdt hij van Allah. Want de Koran, dat zijn slechts de woorden van Allah Azza wa Jal. En wallahi, de baraka van de Koran is veel. En dat is een lezing op zich. En hierover hebben we ook lezingen online staan. Maar ik wil dit subgedeelte afsluiten met één hadith.
En hadith die is overgeleverd door het Bazaar, rahimahullahu ta'ala. Hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Inna al-abda idha tasawwaka thumma qama yusalli qama al-malaku khalfah fayastami'u liqira'atih fayadnu minh ay yadnu minhu al-malak fayadnu minh aw kalimatan nahwaha hatta yada' al-malak fahu ala fihi fama yakhruju min fihi shay'un min al-Qur'an illa sara fi jawfi al-malak fatahhiru afwahakum lil-Qur'an. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei in een hadith die is uitgelegd, die is overgeleverd door het Bazaar. Hij zei sallallahu alayhi wa sallam: wanneer jij een siwak verricht voordat je gaat bidden, wanneer jij een siwak verricht, of je gaat je tanden poetsen, maar het liefste siwak voordat je gaat bidden en daarna ga je bidden, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, dan komt er een engel, een van de malaïka, die komt achter jou staan. En deze engel, deze melk of meerdere malaïka, en in deze hadith is het enkelvoud een melk, hij luistert naar jouw recitatie. En hoe meer jij reciteert, deze engel komt steeds dichterbij, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Totdat deze engel zijn mond op jouw mond plaatst. Tot de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, totdat deze engel zijn mond op de mond van de reciteur plaatst. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, alles wat uit zijn mond komt van de Koran, dat gaat direct naar de mond van de engel. Dus reinig jullie monden voor de Koran. Allahu Akbar. Jij weet niet hoeveel baraka er zit in de Koran. Maar ik weet wel dat hoe meer jij bezig bent met de Koran, des te meer problemen van jou opgelost zullen worden. Waarom? Wanneer jij bezig bent met de Koran en met de sunnah van profeet sallallahu alayhi wa sallam, sunnah Sayyid Walid Adnan, een van de twee dingen gaan gebeuren. Of jij krijgt meer rizq van Allah azza wa jal. Want Allah azza wa jal zegt in de Koran, فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُلْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِلَىٰ آخِرٍ فِي سُورَةْ نُوح. Allah azza wa jal zegt, verricht istighfar en als jullie dit doen, krijgen jullie regen, krijgen jullie kinderen, krijgen jullie rizq, et cetera, et cetera. Dus wanneer jij bezig bent met de Koran en jij verricht veel istighfar, krijg je meer risk. Dat is een van de twee opties. En de tweede, dat is een van de twee opties. En de tweede optie is, als jij niet meer risk krijgt, dan zal de dunya bij jou minder waard worden. En dat is ook risk. Want laysa shartan an yakuna rizqu malan. Het is geen voorwaarde dat risk, valuta, dat het geld is. De valuta kan ook geluk zijn. De valuta kan ook kennis zijn. Als jij bijvoorbeeld kennis hebt over een bepaalde architectuur, of bepaalde medische wetenschappen, of bepaalde islamitische wetenschappen, jij hoeft geen architect in te huren omdat jij dat zelf bent, of omdat je zoon dat is. De dokter, er is een wachtrij, voor jou is er geen wachtrij omdat je kennis hebt. Islamkennis, jij kan zelf deze kennis, hoef jij niet op te vragen, je kan het zelf toepassen, je kan het zelf naar handelen. Jij hoeft jouw kinderen of jouw vrouw niet te sturen naar een docent, want jij bent zelf die docent. Is dit geen risk? Die liefde die jij gaat geven aan jouw zoon, stel je voor dat jij de Koran uit je hoofd kent of gewoon het Arabisch kan, hoeft niet moeilijk te doen. Als jij het Arabisch alfabet aan jouw zoon leert, is dat hetzelfde als wanneer die docent die jij hebt ingehuurd en die een tientje per uur geeft en die 30 kinderen moet lesgeven, is dat hetzelfde hoe hij het alfabet zal leren aan jouw kinderen? La wa kalla. Jij zal dat doen met liefde. Jij zal dat doen met passie. Jij zal dat doen met toewijding. En dat is ook rizq. Barakallahu fikum. Dus wanneer je bezig bent met de Koran, dat is een en al rizq. En dat is een en al barakah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam was constant bezig met de Koran. Die tarawih die wij doen, 30 nachten in Ramadan. Die tarawih is eigenlijk qiyam al-layl. En qiyam al-layl, dat deed de profeet sallallahu alayhi wa sallam elke nacht. Die witr, wat wij kennen als een shaf'u al-witr, 1 raka'a of 3 raka'aat, die was bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam standaard 11 of 13 raka'aat. En is dat niet precies wat wij bidden nu met de imam? Mogen Allah hun beschermen en hun belonen? Is dat niet precies 11 raka'aat? Dit deed de profeet sallallahu alayhi wa sallam elke nacht. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die leefde met de Koran. En de Koran staat hier ook vol van.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا هيل بخين فصورة المزمل خط أوفر نخبت Bid de helft van de nacht, of een beetje minder, of nog meer. En lees de Koran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wij zullen iets zwaars op jou laten neerdalen. Een Koran is makkelijk om te reciteren. Maar het is zwaar qua kracht. Allah Azza wa Jal zegt. Law anzalna hadha al-Quran ala jabal. على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Als wij deze Koran zouden neerdalen op een berg, die berg zou beven. Die berg zou zelfs kunnen instorten door deze Koran. Zo zwaar is de Koran. Alleen de mens kan deze Koran verdragen. En daarom is die ook neergedaald aan de mensen. Maar helaas, velen van ons de Koran thuis, die heeft stof. En al is logisch dat die stof heeft, want we kennen de taal van de Koran niet. Velen van ons en niet iedereen. En dan zeg ik, heb dan op zijn minst een vertaling thuis. Totdat je het Arabisch kan, dat je een paar bladzijden per dag kan lezen. Gewoon voor het slapen gaan of bij het opstaan. Maar wallahi, ik ben bij huizen van mensen geweest. Zelfs de vertaling van de Koran hadden ze niet. En zelfs de Koran in het Arabisch hebben ze niet. En dan vragen ze om genezing. En dan vragen ze om genezing. Asallahu azza wa jal an yafu anna wa an yatuba alayna jami'an. Dus Jibril alayhi salam die kwam altijd in de maand Ramadan met de Koran. De Koran begon in de maand Ramadan. Maar Jibril alayhi salam die zou ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam overhoren in de maand Ramadan. En in het laatste jaar van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn laatste levensjaar. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die is gestorven op zijn 63ste. En Abu Bakr ook. En Umar radiyallahu anhu ook op hun 63ste. In het laatste jaar kwam Jibril alayhi salam en hij heeft twee keer de Koran overhoord. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft twee keer de Koran overhoord op Jibril alayhi salam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen Fatima, ja Fatima, Jibril alayhi salam die zou de Koran één keer, zou ik op hem overhoren, dit keer twee keer. En ik denk dat dit betekent dat mijn dood dichtbij is. En Fatima radiyallahu anha ging huilen. En ze heeft het recht om te huilen. Want het is niet alleen de profeet sallallahu alayhi wa sallam en dat was voldoende om te huilen, maar het was ook haar vader. Moet je voorstellen, je vader is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En toen zij ging huilen, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ja Fatima, ala tardain an takuni sayyidata nisa'i ahli al-jannah. Fadahikat radiyallahu anha. Daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, o Fatima, stelt het jou niet tevreden dat jij de leidster bent. Jij bent de belangrijkste en de beste vrouw in het paradijs. En Fatima radiyallahu anha moest lachen. En dit was een geheim tussen haar en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En die heeft ze pas verteld na de dood van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, Jibril alayhi salam, die kwam van de zevende hemel naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zodat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Koran zou overhoren. Zo belangrijk is de Koran in de islam en is de Koran in het leven van de moslims. Barakallahu fikum. En dan komen we op Surat al-Kahf. En Allah azza wa jal die zegt subhanahu wa ta'ala in Surat al-Kahf, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Wallahi, als je dit begrijpt in het Arabisch, dan weet je waarom de mushrikien van Quraysh zouden zeggen over Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ عَلَيْهِ لَحَلَاوَةً. Quraysh vonden de Koran zo mooi, waarmee Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gekomen, dat ze overdag zeiden, Mohammed is een leugenaar, Mohammed is een tovenaar, Mohammed is een dichter. Terwijl Allah azza wa jal zegt in de Koran, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ. Allah azza wa jal zegt, wij hebben hem dichtkunst niet geleerd en dat hoort ook niet bij hem. Dus overdag zouden ze zeggen, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is een leugenaar, maar s'nachts
wanneer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zou binnen bij de Kaaba, dan zou de Quraysh stiekem komen naar de Kaaba om naar de Koran te luisteren die was neergedaald op Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bestaat er een leugen groter dan deze leugen? Bestaat er een tegenstrijdigheid groter dan deze tegenstrijdigheid? Dat je tegen iemand zegt overdag, je bent een leugenaar, je bent vals, je bent dit, je bent dat, en stiekem ga je luisteren. En die leugenaars bestaan de dag van vandaag nog steeds. Jij komt met een idee. Jij komt met een uniek concept. Ze zeggen, nee, gaat niet lukken. Volgende dag, over een week, ze hebben precies hetzelfde concept van je gestolen. Dit zijn de asali van Quraysh. Dit zijn de daden van Quraysh. En die herhalen zich tot de dag van vandaag. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh kwam stiekem luisteren. Quraysh, die kwam stiekem luisteren. En een van de sahaba, die hoorde bij de Kaaba, والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. Of hij hoorde surat Taha, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. En deze sahabi zegt, wallahi, mijn hart wou ontploffen. Waarom? Omdat zij de boodschap van de Koran begrepen, omdat zij de taal van de Koran begrepen. En daarom begrepen ze ook La ilaha illallah. En wat was hun reactie? Wat staat in de Koran toen ze hoorden La ilaha illallah? Aja'ala al-alihatu ilaha wahida? Hebben de goden één God gemaakt? Ze wisten gelijk, La ilaha illallah betekent gelijk dat je geen afgoden mag aanbidden. En heel veel mensen vandaag die roepen La ilaha illallah, die zingen La ilaha illallah, maar die kennen de betekenis niet. En dat is het verschil wanneer je de taal kent. Wanneer je de taal kent en wanneer je de native speaker bent in een taal. Dus Allah Azza wa Jal die zegt in Surah Al-Kahf, Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. En velen van ons, die hebben nog nooit een tafsirles meegemaakt. En dat is niet erg, want liever laat dan nooit. En voor alles is het begin. Maar daarom is het wel belangrijk om extra stil te staan bij het begin. En we hebben alhamdulillah nog 2 of 3 lezingen, waarin we de verhalen van Surat Kahf en de verhaal van Musa en Al-Khadr, een van de prachtigste verhalen van de Koran, en alle verhalen in de Koran zijn prachtig, die kunnen we dan in de volgende les uitgebreid behandelen. Allah Azza wa Jal zegt Bismillahirrahmanirrahim. Jij en ik zeggen Bismillahirrahmanirrahim. Voor het eten zeggen we Bismillahirrahmanirrahim. Maar wat betekent Bismillahirrahmanirrahim? Misschien dat je tegen mij zegt in de naam van Allah, de barmhartige, de meest genadevolle. Dat klopt, maar wat wordt ermee bedoeld in de naam van Allah? Dat betekent Bismillahi asta'in. Er is iets in het Arabisch wat mahdoof is. Taqdiruhu Bismillahi asta'in. Bismillahi abtadi. Bismillahi atawakkal. Bismillahi atakallam. Bismillahi aktub. Bismillahi aqra. Bismillahi amshi. Bismillahi anam. Wa bismillahi astayqin. Noem het op wat je wil. Bismillah betekent in de naam van Allah. In de naam van Allah wat? In de naam van Allah begin ik. En als het gaat om de Koran, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. In de naam van Allah wat? In de naam van Allah ga ik nu de Koran lezen. Dus wanneer jij zegt Bismillah, jij zoekt hulp bij Allah. Besef dat wanneer jij vanaf vandaag Bismillah uitspreekt. Want dat is sterker. Het effect is sterker wanneer je iets begrijpt. Want dan kan je ook meer waarderen. Dus wanneer jij zegt Bismillah, dan zeg je in de naam van Allah begin ik met lezen. En wanneer jij gaat naar buiten gaan en je zegt Bismillah, dan zeg jij in de naam van Allah ga ik naar buiten. Dus ik hoop en ik vraag dat Allah mij helpt. En wanneer jij naar huis gaat en jij zegt Bismillah, dan zeg jij in de naam van Allah ga ik mijn huis naar binnen. Tayyip, en dan, wat is de beloning? De beloning is groot bij Allah Azza wa Jal. Hoor wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Hoor wat de sadiq al-masduq, alladhi la yantiqu anil hawa zegt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, zoals staat in de hadith, die staat in het sahih. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala ahadakum baytahu wa qala bismillah, qala shaytan la mabit. Wanneer iemand van jullie het huis naar binnen gaat en hij zegt bismillah, dan zegt de duivel, geen slaapplek vandaag. Valt hier niks te halen. Ik kan hier niet slapen vannacht. وَإِذَا أَكَلَ أَحَدَكُمْ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ الشَّيْطَانِ لَا مَبِيتَ وَلَا عَشَى. Je kan niet slapen en er valt niks te slapen hier en er valt ook niks te eten. Dus wat moet de duivel doen? Die moet weg, die gaat bij de buurman aankloppen. Die geen bismillah heeft gezegd. Zo simpel is het. Stel je voor, iemand wil bij jou thuis. Hij denkt dat hij welkom is bij jou thuis.
En jij zegt van ja, kom maar je mag niet slapen. Of je kan hem niet tegenhouden, maar je zegt je kan niet slapen, thuis is te klein. En dan is het etenstijd en dan zeg je, er valt ook niks te eten. Wat gaat diegene doen? Hij pakt zijn spullen, hij gaat weg. Hij gaat ergens anders een broodje eten. Zo simpel is dat. Dus wanneer jij zegt bismillah, wanneer je het huis naar binnen gaat, en shaitan, de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, de shaitan zegt, la mabit, valt niks te halen hier, valt niks te slapen. En wanneer jij zegt bismillah voor het eten, dan zegt de duivel, wala asha, geen avondeten. Dus die gaat weg. En ook zegt de profeet sallallahu alaihi wa sallam over bismillah, wanneer je kleren uittrekt en je zegt bismillah, de duivels kunnen jou niet meer zien. Dus ze kunnen jouw aura niet meer zien. Dus zeg bismillah. Want wallahi, het zal je redden. En zelfs de profeten, die begonnen met bismillah. Suleiman alayhi salam in zijn brief naar Balqis. Wat staat in de Koran? Innahu min Suleiman, wa innahu ish. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Het is van Suleiman en het is bismillahir rahmanir rahim. In de naam van Allah, de genadevolle, de meest barmhartige. Dus daarmee begon de profeet Suleiman zijn brieven. En daarmee begon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook zijn brieven. Zoals onder andere staat in Sahih al-Bukhari en in andere boeken. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Hirakl Azim al-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Van Mohammed, de boodschapper van Allah, naar Caesar, de geweldige van de Romeinen. Altijd beginnen met bismillah. En leer dat ook je kinderen aan. Want wallahi, het is een bescherming. En bismillahirrahmanirrahim, daarmee begint Allah ook in de Koran. In elke surah, behalve één surah. En dat is surat al-Bara'ah, surat al-Tawbah. Omdat deze surah is neergedaald met ghadab, met woede. En dit zullen we inshallah op een ander moment uitleggen. Dus elke surah begint met bismillahirrahmanirrahim. Behalve surat al-Tawbah, dus ook jij, beste broeder, beste zuster, begin jouw leven met bismillahirrahmanirrahim. Begin jouw dag met bismillah en eindig jouw dag met bismillah. Allah Azza wa Jal, die zegt subhanahu wa ta'ala in surat al-Kahf, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah Azza wa Jal zegt, alhamdulillah, alle lof zij Allah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab, degene die het boek aan zijn dienaar heeft neergezonden, wa lam yaj'al lahu iwaja. Geen enkele scheefheid in de Koran. De Koran is niet scheef, de Koran is niet krom, de Koran kent geen enkele afwijking, de Koran is recht. Waarom? Het zijn de woorden van Allah Azza wa Jal. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Als deze Koran van iemand anders was dan Allah, dan zouden ze heel veel verschillen en contradicties zien. Kijk alleen naar de Injil, kijk alleen naar de Evangelie. El Injil min indillah. Evangelie is min indillah. Maar Isa alayhi salam, el Messie, heeft het Evangelie niet opgeschreven. Die is opgeschreven door Exodus, Matthäus, Thomas, wie allemaal, 200 jaar na Isa alayhi salam. Niet in de tijd van Isa alayhi salam. En daarom zie je dat het Nieuwe Testament en het Oude Testament, de vier evangeliën die zijn uitgekozen uit meer dan 72 protestantse evangeliën en meer dan 60 katholieke evangeliën, dat zijn er maar vier en die hebben volop contradicties. En dan zijn we niet eens begonnen over de verborgen evangelie van Barnabas. Daar zijn we niet eens over begonnen. Waarom? Omdat Allah Azza wa Jal deze Koran heeft beschermd en de andere boeken niet, al zijn die andere boeken ook van Allah. En daarom geloven wij in alle boeken globaal. Maar in de Koran geloven we specifiek. Want in arkan al-iman, iedereen kent de zaden van iman. En tu'mina billah, wa bi malaikatihi, wa bi rusulihi, wa bi kutubihi. Je gelooft ook in de boeken van Allah Azza wa Jal. Wat zijn deze boeken? Het Taurat, de Torah. الزبور بسالما عن 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 داود عليه السلام التوراة عن موسى الزبور عن داود الإنجيل إيفانخيلي عن عيسى صحف إبراهيم وموسى دسخريفت فان موسى فان إبراهيم القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم the last and the best and the enige die de bescherming heeft gekregen van Allah Azza wa Jal. En denk daar maar eens over na. 1400 jaar en geen enkele letter is veranderd. Beste broeders,
beste zusters, wanneer jullie kijken naar de masahif, naar de Koran in deze kasten, jullie kijken niet naar papier en inkt. Jullie kijken naar een wonder wat tussen ons is. Jullie kijken naar de woorden van Allah Azza wa Jal. Wie is Allah? Lakin man huwa Allah? Allah is Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Wadud, Al-Haq, Al-Salam, Subhanahu wa Ta'ala, Lahu Al-Asma'ul Husna, Subhanahu wa Ta'ala, Amma Yasifun. Allah Azza wa Jal is the liefdevolle. Allah Azza wa Jal is de vredelievende. Allah Azza wa Jal is de rijkste, de sterkste, de grootste, de alwetende. Jij leest zijn boek, jij leest zijn woorden. Stel je voor, je vader is overleden. Mocht Allah Azza wa Jal mij en jullie vaders beschermen. En degene wiens vader of moeder is overleden, mocht Allah Azza wa Jal hun vergeven, hun het paradijs schenken en ons samen met hun brengen in het paradijs. Stel je voor, je vader of je moeder, iemand die je echt lief had, je beste vriend, je partner, noem het maar op, die heeft een brief geschreven tijdens zijn leven. En die is gestorven. Hoe vaak zou jij die brief pakken en knuffelen? Wallah, je zal die brief parfumeren. Je gaat naar die parfum van diegene, die spijt je op die brief. Zodat je elke keer denkt aan diegene. Sahalala, is niks mis mee. Halal, geen enkel probleem. Hada kalam al-nas. Dit zijn de woorden van de mensen. Verkeef die kalam Allah Azza wa Jal. Hoe zit het dan met de woorden van Allah Azza wa Jal? Walillahi al-mathalu al-a'la. Aan Allah Azza wa Jal, niks staat gelijk aan hem. Subhanahu wa ta'ala. Dus wanneer je de woorden van Allah leest, hou in je hoofd, in je achterhoofd, in je voorhoofd, overal. Onthoud dat je bezig bent met de woorden van Allah Azza wa Jal. Al-hayy alladhi la yamut. Wal-insu wal-jinnu yamutun. Je bent bezig met de woorden van Allah. De levende, die nooit zal sterven. En de mensen en de demonen die zullen sterven. Allah, degene die jou kan maken en degene die jou kan breken. Allah, innama amruhu idha arada shay'an en yaqula lahu kun fayakun. Zijn zaak is slechts als hij iets wil, dan zegt hij wees en het is. Qul illahumma malik al-mulk, tu'ti al-mulk man tasha, wa tanzi' al-mulk mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha, biyadika al-khayr. Innaka ala kulli shay'in qadeer. Allah Azza wa Jal, hij geeft de koningschap, heerschappij aan wie hij wil. En hij pakt het af van wie hij wil. Hij maakt eervol wie hij wil. En hij vernedert wie hij wil. In zijn handen ligt de macht. In zijn handen ligt de koninkrijk. Jij bent bezig met het lezen van zijn woorden, beste broeder en zuster. Vind je het gek dat je daarna nood krijgt in je gezicht als je Surat al-Kahf hebt gelezen? Niet alleen noor voor één dag, maar noor voor een hele week. En subhanallah, Al-Quran is een en al eer. Al-Quran is een en al respect. Kijk maar wanneer wij met z'n twintigen ergens thuis zijn. En een van ons is hamil li kitabillah. En een van ons is hafid al-Quran. Wie wordt het meest gerespecteerd? Hij. Waarom wordt de imam gerespecteerd? Omdat hij een hoedje op zijn hoofd heeft. Omdat hij de Koran uit zijn hoofd kent. En omdat hij ook de islam begrijpt. Althans, dat is de bedoeling. En vooral de Koran, dat is zijn startkwalificatie, vooral bij ons, om een imam te worden. En alhamdulillah, daarom zie je ook Allahumma barik de imam van deze moskee en vele andere moskeeën, bijna geen fouten. Heel vaak nachten foutloos. En dan heb je natuurlijk Pietje precies, wanneer er één fout gebeurt in drie nachten, zegt hij de imam had vandaag een slechte dag. Nee, je hebt een slechte dag. Want als ik jou hier zou zetten, elke dag zou je fouten maken. Je komt niet uit je woorden, al geef ik je een moschap bij wijze van. Dus de Koran heeft respect gegeven aan de imam. En wanneer wij met z'n twintigen zitten, de Koran geeft respect. En wanneer wij gaan bidden, wie is degene die het gebed leidt? Degene met de meeste Koran. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ya ummul qawm akra'uhum li kitabillahi ta'ala. De imam van de mensen, dat is degene met de meeste Koran. Dus de Koran geeft respect. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, inna allaha yarfa'u bihada al-Qur'an aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah verheft mensen met deze Koran en hij laat andere mensen dalen. En het feit dat de mensen van de Koran voorstaan, is al genoeg bewijs voor de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit is in de dunya, maar hoe zit het dan met de akhira? Ook in de akhira wordt de Koran een reden voor respect en een reden voor eer en een reden voor trots. Ya ibadallah. Yuqalu liqari'il Koran,
zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En de hadith is zonder twijfel sahih. Iqra wa rattil. Iqra warqa wa rattil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin qara'taha. Er wordt gezegd tegen de reciteur van de Koran op de dag des oordeels, degene die constant bezig was met de Koran, lees, stijg en reciteer. Lees, stijg in het paradijs. En het paradijs heeft 100 levels. Barakallahu fikum. En de hoogste level is Jannat al-Firdaus al-Ula met al-Habib al-Mustafa. Asallah azza wa jalla yarzuqni wa iyyakum iyyaha. Dus er wordt gezegd tegen Qari al-Quran, lees, reciteer en stijg. Want jouw positie is bij de laatste vers. Bij het laatste vers wat jij hebt gereciteerd. Allahu Akbar. Dus hoe zit het als hij de Koran uit zijn hoofd kent? Tayyip, dit is respect voor degene die de Koran heeft gereciteerd. Voor iemand anders ook? Jazeker, voor iemand anders ook. En niet zomaar voor iemand. Voor zijn ouders. Barakallahu fikum. Wil jij niet iets doen voor je ouders? Wil jij niet een cadeau geven aan je ouders? Wil jij niet je ouders helpen op Yom al-Qiyamah? Op de dag wanneer iedereen zegt nafsi, nafsi. Behalve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die zegt ana laha, ana laha. Op de dag dat alle profeten, Ibrahim, Musa, Isa, zelfs onze vader Adam, die zegt ik kan alleen mezelf helpen vandaag. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt ik ben voor dit geschapen, ik ben voor dit geschapen. Ik ga dit regelen, ik ga dit regelen. Alleen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die gaat ons helpen op die dag. Bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Wil je niet iets betekenen voor je ouders? Wil je niet dat je ouders het goed hebben op die dag? Ik ga je iets geven waardoor jouw ouders goed kunnen zijn op die dag. Ik ga je iets leren en dan is het aan jou of je er wat mee doet of niet. Zodat jouw ouders, niet ik, zodat jouw ouders goed kunnen zijn op de dag des oordeels. Rawal imam Ahmed fi musnadihi wa Abu Dawood fi sunan wal lafzu lahu an Mu'ad ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaal. Al-Imam Ahmed overlevert in zijn Musnad, een hadithboek met 40.000 hadith. En Abu Dawood overlevert in zijn Sunan, een hadithboek met 5.000 hadith. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Man qara al-Quran wa amila bima fih, ulbisa walidah tajan yawm al-qiyamah. Dawuhu ahsanu min dawi shams. في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: degene die de Koran reciteert en er naar handelt, zijn ouders, beide ouders, walidah is tweevoud, dus vader en moeder, die krijgen op de dag des oordeels een kroon. Die krijgen een kroon. Net als hoe een koning een kroon heeft. Prinsessenkroon, trouwfeestkroon. Jouw ouders krijgen ook een kroon op de dag des oordeels. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: zijn licht of haar licht is beter dan het licht van de zon in deze dunya en haar huizen. Als deze troon in de dunya zal zijn. Dus je hebt heel veel mensen die deze troon zullen krijgen inshallah. Deze kroon zullen krijgen inshallah. Eén van deze kroontjes, als die op deze dunya was, feller dan de zon en meer licht dan de zon en mooier dan de zon. Dit is waarmee jij je ouders kan helpen. En een andere hadith bij de imam Ahmed rahimahullah. Daarin zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over degene die de Koran uit zijn hoofd kent. وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهِ حُلَّتَيْنِ لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكم القرآن. الله أكبر. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt dat degene die de Koran reciteert, die krijgt een kroon op zijn hoofd. Dus niet alleen zijn ouders, maar hij vooral. Die krijgt een kroon op zijn hoofd. En deze kroon, die wordt Tajul Waqar genoemd. Die wordt de kroon van respect genoemd. En deze kroon krijgt hij op zijn hoofd. En zijn ouders, die krijgen
twee mooie kledingstukken. Jouw ouders die krijgen kleren op Yom al-Qiyama. En dat is geen designer of wat dan ook. Dat is kleren van het Jannah. Al wil je die betalen, die kan je niet betalen. En die valt ook niet te koop. Is niet te koop. Kleren van het paradijs. Die krijgen jouw ouders op de dag des oordeels. Waarom? Omdat jij de Koran uit je hoofd hebt gekend. Omdat jij bezig bent en bezig was met de Koran. En jouw ouders die zullen verbaasd zijn. En die zullen zeggen... Bima kusina hadi. Met wat? Door wat hebben wij dit gekregen? En dan wordt er tegen hun gezegd: bi akhdi waladikum al-Qur'an. Omdat jullie kind de Koran heeft genomen. Dus beste broeder en zuster, nemen wij de Koran. Neem vanaf vandaag de Koran. Maak een belofte tegenover Allah azawajal. Dat jij vanaf vandaag bezig bent met de Koran. Want de Koran is eer. De Koran is genezing. De Koran is zegening. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je ouders. En vooral voor je ouders. Barakallahu fikum. Jij helpt ze terwijl ze in hun graf zijn. En voor elke letter krijg je 10 hasanat. En wanneer jouw vader jou die Koran heeft geleerd. En wanneer jouw vader jou naar de school, naar Koran school heeft gestuurd. Elke letter die jij leest, hij krijgt. En hij en je moeder natuurlijk ook. Die krijgen deze ajr in hun graf. En daarom zeggen de ulama. وَلِذَلِكَ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُسْبَقَ فِي تَعْلِيمِ أَوْلَادِكَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْأَقَلِ لأنه مهما قرأها كانت صدقة جارية لك. De geleerden, veel geleerden die zeggen, zorg ervoor dat niemand anders jouw kinderen Surat al-Fatiha leert behalve jij. Zorg ervoor dat jij de eerste bent die jouw kinderen Surat al-Fatiha leest. Die jouw kinderen Surat al-Fatiha leert. Waarom? Omdat elke keer wanneer jouw kind in zijn leven of in haar leven Surat al-Fatiha gaat lezen, het wordt een sadaqa jariya voor jou. En Allah Azza wa Jalla die zegt dus in Surat al-Kahf: Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alle lof zij Allah, degene die op zijn dienaar het boek heeft doen neerdalen en hij heeft dit boek niet scheef gemaakt, niet krom, geen enkele afwijking. De Koran is perfect omdat het komt van de perfecte, het komt van Allah Azza wa Jalla. En al-kitab, het boek, is dus de Koran. Ala abdihi, op zijn dienaar. Wie is zijn dienaar? Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Mohammed is zijn dienaar. En dit was de meest geliefde naam bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. De profeet sallallahu alayhi wasallam die zei, zoals staat in de sahih: La tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alayhi wasallam. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: Overdrijf niet in mij. Zoals de christenen hebben overdreven in Isa. Ik ben slechts de dienaar van Allah en zijn boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam. En Jibril alayhi salam, die kwam naar Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei tegen Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam: Allah die geeft jou de keuze om een koning te zijn die oneindig zal leven, of om een dienaar te zijn. Allah geeft jou de keuze. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Khayyarani Rabbi. Jibril ja'ahu wa khayyarahu. Qala inna rabbaka yukhayyiruk. Takunu malikan aw takunu 'abdan rasula. Malikan rasula aw 'abdan rasula. Wil je een koning zijn en profeet? Profeet ben je al, maar je wordt dan ook nog eens een koning. Of wil je een dienaar zijn en een koning? De profeet sallallahu alayhi wa sallam kijkt naar Jibril. De vraag is enorm. Die krijgt de vraag van Allah azza wa jal. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam keek naar Jibril. يعني كأنه يستنصحه ينظر إلى جبريل. أن جبريل عليه السلام يقول: يا محمد تواضع لربك. أو محمد wees nederig tegenover jouw heer. Stel jezelf nederig op. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: بل أختار أن أكون عبدا رسولا. Dus wanneer je hoort in de Koran dat Allah Azza wa Jal zegt: هو الذي أنزل على عبده الكتاب. Deze abd, het feit dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een dienaar is, dat is de grootste compliment voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Want denk na, jij en ik hebben Allah geaccepteerd. We hebben de shahada uitgesproken en sommigen van ons pas. Maar heeft Allah ons geaccepteerd? Dat hopen we, inshallah. Maar dat weten we niet. Maar wanneer Allah azza wa jal zegt:
over Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in de Koran. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Abdihi. Deze hi, deze damir is van huwa, is van hem. Dus Allah azza wa jal noemt Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zijn dienaar. En hij geeft hem zijn boek. Dus heeft Allah azza wa jal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam geaccepteerd of niet? Dit is de grootste eer die jij kan halen. Omdat Allah jou, dat Allah jou accepteert. Want als Allah jou accepteert, alles wordt geregeld. Alles wordt geregeld. En daarom het grootste compliment van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is dat hij een dienaar van Allah mag zijn. En dat hij een profeet van Allah mag zijn. En het profeetschap is gestopt na Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar je kan nog steeds een dienaar van Allah zijn. Dus wees daar trots op en beschouw dat niet als, als iets normaals. Kijk alleen eens sujud. Je zet je gezicht op het grond. In het park op het gras. In de Sahara op de zand. Je maakt je gezicht vies. Voor wie? Voor Allah Azza wa Jal. De enige die hier recht op heeft. En als je dit voor iemand anders zou doen, dan was dit a'udhu billah sujud li ghayrillah. Dan was dit zware ongeloof en je treedt uit het geloof. En voor Allah Azza wa Jal is het de puurste vorm van het tawhid. Sterker nog, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, die zegt over de salat in kitab al-salat of in Zad al-Ma'ad. Hij zegt, zien jullie ons gebed? Je doet toch eerst takbir al-ihram en dan lees je alhamdulillah en dan doe je ruku' en dan zeg je sami' Allahu liman hamidah en dan doe je sujud. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala zegt, alles wat we doen tot de sujud is slechts voorbereiding voor de sujud. Want de sujud, dat is waar Allah Azza wa Jal het meest van houdt. Dat jij je gezicht, je voorhoofd op de grond plaatst voor Allah Azza wa Jal. En wat gebeurt er dan, beste broeder en zuster? Jouw zondes vallen letterlijk van jouw rug. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Wanneer wij sujud verrichten, de zondes vallen van jouw rug. Dus verricht sujud, al maak je zondes. Laat je gebed niet, al laat je zondes. Want daar is het gebed voor, om jouw zondes te verwijderen. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat bij het Tabarani. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, inna lillahi malakan yunadi inda kulli salat. Ya bani Adam, qumu ila niranikum allati awqadtumuha faatfi'uha. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Allah heeft een engel die bij elk gebed zegt, o kinderen van Adam, ga naar jullie vuurtjes die jullie hebben aangestoken en blus deze vuurtjes. Hoe blus je deze vuurtjes? Door het gebed. Dus dat jij een dienaar van Allah Azza wa Jal mag zijn, is een grote eer. Mogen Allah Azza wa Jal ons ook accepteren als zijn dienaren en onze zondes vergeven. En dan, en het eerste wat Allah Azza wa Jal zei in Surat al-Kahf was Alhamdulillah. En hiermee sluit ik mijn lezing ook af, terwijl Surat al-Kahf hiermee begint. Alhamdulillah. Waarmee begint Alhamdulillah? Ik zeg tegen je broeder, hoe gaat het? Je zegt Alhamdulillah. Jij begint met het gebed, Surat al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Maar wat betekent Alhamdulillah? Als ik tegen jou zeg alles goed en jij zegt Alhamdulillah, Alhamdulillah betekent niet dat het gaat goed. Alhamdulillah betekent wat anders. Betekent ik dank Allah Azza wa Jal. Is dat het? Ik dank Allah Azza wa Jal? Nee, het is nog meer. Maar het Nederlands is niet groot genoeg. Wallahi, het is nog meer. Maar het Nederlands is niet groot genoeg. Qala ahlul ilm wa ahlul lugha. Alhamdu huwa thana al-maqrunu bil-mahabbah. Al-thana, يعني كتقول شي واحد بخير. أنت الأعظم, أنت الأكبر, أنت الموفق, أنت كذا, أنت الغني ونحن الفقراء. هذا الثناء. لكن هذا الثناء قد يصدر لملك من الملوك, سيدنا ومولانا والبيعة وهو فقط يريد طمعا من الدنيا. هذا ليس حمدا, هذا مدح وثناء, لكن ليس حمدا. الحمد هو الثناء المقرون بالمحبة. الله أكبر, ما أعظم هذه اللغة. الحمد is dank voor Allah Azza wa Jal, maar dank in combinatie met liefde. Ik ga het verschil uitleggen. Dat je iemand dankt, is dat je zegt dankjewel. Jij bent de beste, je prijst iemand. Alhamdu wa thana, al-madh, je prijst iemand. Jij bent de beste, jij bent de sterkste, jij bent de rijkste, jij bent de grootste, jij bent de vrijgevigste. Maar het is met liefde. Waarom? Omdat je ook kan slijmen zonder van iemand te houden. Net als hoe de mensen bij de koningen doen. En net als hoe de mensen doen bij de miljonairs en bij de celebrities en weet ik veel wat allemaal. Gewoon slijmen totdat je erbij neervalt.
jij bent de beste en mag ik met jou zijn, et cetera, et cetera, et cetera. En in zijn hart zegt hij, a'udhu billahi mink. In zijn hart zegt hij, ik haat jou. Toch of niet? Heeft hij hem geprezen? Ja. Is hij hem dankbaar wanneer hij een cadeau krijgt? Ja. Houdt hij van hem? Nee. Dus dit is geen alhamd. En dit is al helemaal niet alhamdulillah. Dus alhamd is al-thana al-maqroon bil-mahabba. Je dankt Allah en je faked niet. Je houdt ook echt van hem. En hier houdt Allah Azza wa Jal van. En daarom beginnen wij elk gebed met alhamdulillah. En al-fatiha, ummu-salat, ummu-kitab. En al-fatiha is al-salat. La salata liman lam yaqra bi ummu-kitab, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Degene die niet leest met alhamdulillah rabbil alameen, die heeft gewoon geen gebed. Je gebed is niet geldig, al lees je met 60 hizb zonder alhamdulillah. Maar dan begrijp je ook dat alhamdulillah niet willekeurig is uitgekozen, maar Allah houdt van deze sura en Allah houdt van wat erin staat. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in Sahih Muslim, قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Ik heb Allah Azza wa Jal zegt, zoals staat in Sahih Muslim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die vertelt ons dat Allah Azza wa Jal zegt, ik heb het gebed gedeeld tussen mij en mijn dienaar door het helft, door de helft. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ. En Allah Azza wa Jal zegt, en mijn dienaar krijgt alles wat hij vraagt. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تعالى حمدني عبدي. Allah zegt, wanneer mijn dienaar, wanneer jij zo meteen gaat bidden, al maghrib, al isha, al tarawih, wanneer jij zegt alhamdulillah rabbil alamin, dan zegt Allah, jij zegt alle lof zij Allah, dan zegt Allah, mijn dienaar heeft mij geloofd, mijn dienaar heeft mij bedankt met liefde, mijn dienaar heeft alhamdulillah gezegd. Dus wanneer jij zegt alhamdulillah rabbil alamin, Allah praat dan, hij zegt hamidani abdi. En wanneer jij zegt ar-Rahman ar-Rahim, قال الله تعالى أثنى علي عبدي. Wanneer jij zegt Ar-Rahman Ar-Rahim, de meest barmhartige, de meest genadevolle, dan zegt Allah, mijn dienaar heeft mij geprezen. En wanneer jij zegt Maliki Yawmiddin, of in een riwaya Maliki Yawmiddin, de koning en de bezitter van de dag des oordeels, dan zegt Allah Azza wa Jal, Majadani Abdi. Mijn dienaar heeft mij, heeft gezegd dat ik de koning ben. Hij heeft gezegd dat de glorie aan mij toe behoort. De echte glorie, niet die glorie van tv vandaag de dag. Majadani abdi. En idha qal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wanneer jij zegt, o Allah, alleen u aanbid ik. En alleen u vraag ik om hulp. Dan zegt Allah Azza wa Jal, hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Allahu Akbar. Dan zegt Allah Azza wa Jal, wanneer hij zegt, o Allah, alleen u aanbid ik en alleen u vraag ik om hulp. Dan zegt Allah Azza wa Jal, dit is tussen mij en mijn dienaar. Yani, dit is de helft. Eerst was drie voor mijn dienaar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eerst was drie voor mij. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in is tussen mij en hem. Wa li'abdi ma sa'al. En nu krijgt mijn dienaar alles wat hij wil. En wat ga jij daarna vragen? Wat zeg je daarna in Surat al-Fatiha? Na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Leid ons tot het rechte pad. Dus het gebed in Surat al-Fatiha is een reden dat je niet afdwaalt. En denk logisch na. Hoe kan je rare dingen doen als je net Salat al-Isha hebt gebeden? Hoe kan je dronken zijn als je al-Fajr moet bidden? Hoe kan je uitgaan als je een fajr moet bidden? En daarom zie je ook, niet allemaal, maar veel mensen die slechte dingen doen, die bidden niet of die bidden weinig. Omdat als ze elk gebed zouden bidden, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Als ze elk gebed zou bidden, dit gebed is een rem, is een geneesmiddel, preventief tegen alle problemen. Omdat jij bidt, word jij vijf keer per dag geconfronteerd, dus de grote zonde kan je niet meer doen. Hoe ga je zinna plegen als je daarna moet bidden en je moet ghusl verrichten en je weet je gebed is niet geldig? Dat kan niet. Dat kan niet. En als je in die zonde valt, je valt er niet nog een keer in. De meeste van ons. Dus je zegt, ihdina sirat al-mustaqim. Leid ons tot het rechte pad. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Het pad van degene die je hebt begunstigd. Ghayr al-maghdubi alayhim waladdalin. Behalve het pad, niet het pad van degene op wie u woedend bent. Of degene die u hebt laten afdwalen. Beste broeders en zusters, we zijn een uur en 18 minuten bezig en we hebben één vers van Surat al-Kahf hebben we uitgelegd. En Surat al-Kahf is meer dan 100 versen, dus we gaan niet hetzelfde doen bij elk vers. De volgende lessen worden globaal.
Maar deze introductie, die was levensbelangrijk. En zo zie je ook hoe belangrijk de Koran is en hoe groot de Koran is. En niemand hoeft al het kennis, niemand weet alles, behalve Allah Azza wa Jal. Maar het is wel belangrijk om niet alleen bij deze lessen, maar ook bij andere lessen te komen, om je geloof te kennen en om je studie af te maken en om kennis op te doen. Ik zal het hierbij houden inshallah en ik vraag Allah Azza wa Jal om dit van ons te accepteren. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, wa taqabbal qiyamana, waghfir lana, warhamna, wa'tiq riqabana, wa riqab abaina, wa ummahatina minan nar. Allahumma ashfi maradana wa marad al-muslimin, warham, Allahumma ashfi maradana wa marad al-muslimin, وارحم موتانا وموتى المسلمين وارفع اللهم راية الدين واغفر لنا أجمعين واجعل القرآن يا رب العالمين ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاءنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Vriendelijk bezoek, beste broeders en zusters, van mij, maar ook zeker van het bestuur. Probeer niet te hangen.